Ben jij een beginnende streamer, YouTuber of iemand gewoon die letterlijk gewoon zijn stem wil opnemen met een mooie kwaliteit? Dan is deze Vifine K683A misschien toch wel wat voor jou. Dus als eerste design. Het ziet er echt prachtig en sleek uit. Ik bedoel, look at this thing. Oh my god. Het ziet er best wel mooi uit. Als je even wil focuscamera, kijk eens. Kijk hoe dit ding eruit ziet. Je zou niet verwachten dat deze microfoon 60 euro kost. En dat kost hij ook. 60 euro. Gemaakt van metaal, dus niet dat slappe, lammelige plastic. Het is echt kwalitatief. En dat voel je ook meteen. Het heeft wel een beetje gewicht in de handen. En het heeft ook allemaal features die je graag wel wil hebben. Dus als eerste heb je een volumeregelaar voor je microfoonvolume. Alhoewel je het één keer regelt en dan eigenlijk nooit meer aan zit, kan je natuurlijk het extra bedienen, mocht je het wil. Je hebt ook een dempknop, ook zeer handig als je eventjes niet wil praten in Discord, maar toch even wil luisteren. Ja, je hebt ook een Discord knopje, maar dan moet je weer Alt hebben. En op deze manier kun je gewoon poep, klikken en dan is hij gewoon gedempt. Je hebt ook een LED-lampje trouwens, om je te laten zien dat hij geactiveerd is. Dus dat is allemaal gewoon super handig. Op achterzijde, ja, heb je ook nog een dingetje. Ik laat het zien. Kijk eens, als je heel goed kijkt, heb je een headphone jack. Dus als jij terug wil luisteren naar je eigen gekakel, dan kan dat ook op deze microfoon. En sommigen vinden dat heel handig. Zelf gebruik ik het nooit, maar als je het handig vindt, het zit erop. Maar ho eens even, je krijgt ook nog, ik heb het al laten zien, je krijgt nog meer voor die 60 euro. En dat verbaas ik me trouwens best wel over. Je krijgt ineens nog een popfilter, deze dus. Deze kun je heel gemakkelijk gewoon zo op jouw microfoontje zo tussenin sliden. En dan voilà, je hebt een popfilter erop. Voor free. Of nou, het zit al trouwens bij de prijs in, maar voor zo'n prijs van 60 euro is dat best wel fijn. En je hebt een tafelstatief. Die kun je zo erop zetten. Je schroeft het ding even erin. En voilà, je kan hem op je tafel zetten. Ook super handig. En je hebt, dat vind ik trouwens ook nog wel cool dat ze hier aan denken. Je verwacht niet dat een kabel cool is, maar deze wel. Het is echt super cool. Nou, misschien niet. Misschien ben ik een beetje te overdreven. Maar het is een kabel. En je hebt dus natuurlijk je USB-B aansluiting. Wat je altijd in de meeste microfoontjes vindt. En je hebt een USB-A aansluiting. En dan denk je, Sander, dit is niet bijzonder. Dit is gewoon een kabel. En dan zeg ik, je hebt ook nog een USB-C'tje hier. Had je niet verwacht, hè? Oftewel, je kan dit microfoontje dus ook gebruiken in USB-C apparaten. Dus laten we zeggen, je hebt een MacBook. Kan erin. Dan was ik ook heel benieuwd van, USB-C. Toevallig heeft mijn smartphone een USB-C aansluiting. Maar helaas kan ik je daar wel even mee teleurstellen. Ik dacht zelf van, dan kan ik ook gewoon on the go. Laten we zeggen, ik ben ergens helemaal verderop gaan en ik wil geluid nemen. Kan ik het zo doen via deze microfoon mee te nemen en mijn mobiel aan te sluiten? Kan niet, helaas. Je mobiel voorziet niet genoeg stroom aan de microfoon om het te kunnen laten werken. Dus dat vond ik wel jammer. En dan denk je van, wow, Sander, jij hebt me wel zwaar geschokt met al deze weetjes over wat je allemaal krijgt bij deze microfoon. En dan zeg ik inderdaad, voor 60 euro en je krijgt al deze dingetjes, dat is ook best wel veel waard voor je geld. Dus 60 euro, dan je krijgt zoveel spul. Het zal ergens misgaan, toch? Ik laat jou eens even vertellen, er gaat helemaal nergens wat mis. Ook niet bij geluidskwaliteit, waar we dus nu bij komen. Geluidskwaliteit van deze microfoon is echt perfect, helemaal voor dit budget. Serieus, is het zo enorm goed. Waarbij ik gewoon twijfel of ik misschien een beetje te veel betaald heb voor mijn eigen microfoon. Ik gebruik zelf dus de Rode NT USB. Maar om heel eerlijk te zeggen, dit manneke, deze hier, verdomme man. Dit ding levert gewoon bijna identieke performance. Geluidskwaliteit is gewoon letterlijk bijna hetzelfde. En ik verbaasde me hier echt enorm over. Ik dacht van, het zal me allemaal teleurstellen, maar dat is niet zo. Ik laat jullie het gewoon horen. Dit is trouwens ook een condensermicrofoon, oftewel alle opnames zijn ongeveer op deze afstand gemaakt. Want deze microfoons werken gewoon het beste als je wat dicht op de microfoon zit. Dus hier is de test. Als eerste beginnen we met de Vifine K
683A. Dus dit is de Vivine 683 microfoon. En dit is dus hoe het allemaal klinkt. En ik heb mijn mond ongeveer op een paar centimeter afstand van de microfoon zitten. En dit is dus hoe het klinkt. Bepaal zelf maar natuurlijk of het mooi is of niet. En heb je het gehoord? Dan denk je van, wauw, zender. Te kiepiet, wat is dit voor kwaliteit? Ja, ik zeg inderdaad, het is wel pittig goede kwaliteit, moet ik je vertellen. Het is echt subliem. I love it. Nu laat ik even de Rode NT-USB horen. En dit is de Rode NT-USB. Ter vergelijking is dit dus een microfoon die 120 euro kost, vergeleken met de 69 euro Vivine microfoon. Dus dit is hoe dit klinkt en ja, wat vind jij beter? Ja, dat is de Rode NT-USB. En laten we nu eens even snel omswitchen. Dan kun je een beetje snel vergelijken hoe het met elkaar klinkt. Nou, let's go. Dus dit is de Vivine 703 NT-USB. Ter vergelijking is dus hoe het allemaal klinkt. En ik heb mijn mond ongeveer op. Is dit dus een microfoon die 120 euro kost. En dit is dus hoe het klinkt. Bepaal zelf maar natuurlijk. 69 euro Vivine microfoon. Dus dit is hoe dit klinkt. En ja, wat vind jij beter? En dan denk je, wow, Sander, inderdaad, verdomme, het is bijna hetzelfde. Het enige verschil, als je echt, echt pieterluttig bent, dan is het enige verschil dat de Rode NT-USB in mijn beleving een beetje wat meer diepte heeft. Dus je hebt maar wat meer bas in je stem. Ja, en het klinkt misschien ietsjes warmer, maar dat is het ook. Letterlijk, ik kon niks anders meer vinden. Maar natuurlijk ook weer benieuwd, nou ja, Oké, geluid is goed, maar pakt hij heel veel geluidsomgeving op? Nou, ik heb er ook aan gedacht. Hier komt een fragment. Dus dit is de Vivine 683 microfoon, terwijl mijn vriendin naast mij aan het praten en lachen en brullen is. En kijk of hij heel veel van het geluid oppakt. Blijf praten, Bel. Ja, ik blijf ook praten. En dit is dus hoe het op een achtergrond klinkt. 69 euro microfoon, of wat, iets in de richting, 60 euro, zoiets. En dit is de Rode NT-USB, dus een microfoon die twee keer zo duur is met de achtergrondstest van hoe Melanie, mijn vriendin dus, op achtergrond klinkt. Hoor je dat hier ook een beetje goed doorheen? Kom op, blijf praten. Ja, oké, goed zo. En dit is dus hoe dat klinkt op de achtergrond. Nou, en nu ben je zeker gechoqueerd. Je kan deze nacht zeker niet meer slapen, ik snap het wel. Zo goed is deze microfoon voor 60 euro. Zo goed! Mijn god, je kan het trouwens ook. Ik dacht eerst ook van ja, maar dan kun je niet aan statiefjes doen en heeft niet goed ontsteken. Ik kan gewoon letterlijk aan een statief. Ik kan zo woep woep vastmaken, b-roll hier. Ik kan er gewoon een statief vastzetten, net zoals mijn Rode NT-USB. Dus waarom heb ik zoveel betaald voor de Rode NT-USB? En waarom heeft Vivine deze niet eerder uitgebracht? Want dan had ik beter dit gewoon kunnen kopen en had me best wat geld gescheeld. Ja, nou ja, dus de kwaliteit is echt subliem. En nu gaan we dus even naar de eindoordeel. Nou ja, je raadt het al, dit ding is gewoon letterlijk 5 sterren waard. 5 van de 5. Normaal geef ik niet sterren in mijn YouTube video's, omdat ik weet dat er wat veranderingen misschien toevallig in de toekomst komen. Maar ik kan je nu al vertellen, 5 sterren voor dit apparaatje. Ik denk dat het heel moeilijk is om beter te vinden voor deze prijs. Ik daag jullie uit. Probeer beter te vinden dan deze microfoon. Laat maar weten in de comments. Vind jij iets beter? Ik ben benieuwd. Maar ja, ik vind het dus echt een fantastisch microfoon. En zeker een aanrader. Het is bijna nog identiek aan mijn Rode NT-USB van 160 euro. Hij werkt goed. Ziet er hartstikke mooi uit trouwens. Je krijgt een popfilter bij je tafelstatief. Een kabel die trouwens in je MacBook en gewoon in jouw laptop gewoon past. Of PC. Het is gewoon hartstikke perfect. Je kan allemaal een statief neerklengelen. Het werkt allemaal hartstikke goed. Het is gewoon plug and play. Geen drivers, geen gedoe. Het is gewoon, ik hou ervan. Zeker aanraden. En dat is ook wel het einddeel. Super bedankt voor het kijken naar deze video. Heb je nog vragen? Laat ze natuurlijk achter in de comments hier beneden. En ik zou zeggen, abonneer natuurlijk als je meer wilt zien. En tot de volgende keer maar weer. Doei doei. Hey, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je de video natuurlijk leuk, behulpzaam of informatief? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Wil je natuurlijk meer zien van mijn kanaal, zou ik zeggen, abonneer natuurlijk. Mijn social media staat allemaal in de beschrijving. Je hebt allemaal linkjes daarvoor. Ik zou zeggen, bekijk dat. En tot de volgende keer.